By my count, that makes 2 super soldiers loose in Paris. 3, counting you. And that's 2 too many. We hebben eerste beelden van de nieuwe Captain America en Black Panther game en we moeten zeggen, die zien er fantastisch uit. Marvel heeft wat beelden gedropt van Marvel 1943 Rise of Hydra, de nieuwe game waarin Captain America en Black Panther de hoofdrol zullen spelen. En echt, die beelden zijn geweldig. De game wordt geregisseerd door Amy Hennig, die eerder al aan de Uncharted games werkte. En ze lijkt hiermee opnieuw een grote topper te pakken te hebben. Het is natuurlijk belangrijk om te zeggen dat dit een story trailer is en dat we dus geen gameplay te zien krijgen. Maar online waren er zelfs een aantal mensen die dachten dat dit een nieuwe film van Marvel ging worden. Wat wil zeggen dat de productiewaarde toch wel heel hoog ligt. Zoals de titel al doet vermoeden, speelt Marvel 1943 Rise of Hydra zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin Hydra probeert de macht te grijpen en het is aan jou als Captain America en Black Panther om hen tegen te houden. Een release datum is er nog niet, maar Marvel 1943 Rise of Hydra hoort in 2025 uit te komen. That's far enough! Stay out of my way! Stand aside! I do not take orders from anyone! I don't have time for this. Neither do I. Ben jij onder de indruk van de eerste beelden van Marvel 1943 Rise of Hydra? Laat het ons weten in de comments en zoals altijd voor al je game nieuws. Moet je voor gamers volgen.